te bereiken, ga je via de Duitse autobahn, Memmingen-Kempte. Dan ben je bij de Vooralpbachtunnel en dan ga je bij Landweg rechtsaf, Marietteberg op. En Innsbruck is de dichtstbijzijnde luchthaven en die ligt al op 45 minuten rijden. Ik ben in Fies en dat maakt onderdeel uit van het skigebied Servaus, Fies en Laritz. Ik ga even lekker mijn hotel uitchecken en Sander staat als het goed is al met twee leuke meiden in de sneeuw. De plaatsen Servaus, Fies en Laritz liggen op het zonneplateau. Ze zeggen daar, en dat klopt ook nog, dat ze hier de meeste zonneuren van Tirol hebben. Het zijn drie dorpen met een boerenachtergrond. Servaus is wel meer uitgegroeid naar een iets moderne plaats. Hier vinden we verhoudingsgewijs veel hotels. Het karakter van vooral Laritz heeft een mooie landelijke uitstraling. In welke plaats je ook woont, je skiet altijd in hetzelfde skigebied. Een voordeel van alle plaatsen is dat je er gedurende de hele vakantie geen auto nodig hebt. Ook Sander moest dus zonder de auto het dorp in. Lekker toch, zo'n ochtendwandeling? Servaus is een autoluw dorp. Dat houdt in dat je met de auto naar binnen kan rijden om je spullen bij je hotel af te zetten of in je appartement. Maar daarna moet je de auto gewoon laten staan. Daarom ben ik nu komen lopen naar het appartement van Anja en Marion. Zij zitten hier met hun vriendjes, Daan en Martijn. En ik zit eens te bedenken om vandaag eens met de dames alleen op pad te gaan. Dat zijn jullie mannen, hè? Ja. Ja, maar wie hoort nou bij wie? Oh, zo, ga even staan zo, dat vind ik wel leuk. Oké, zo hoor je bij elkaar. Ja. Oké, maar ik, mannen, ik weet niet of het al vermeld was, maar ik ga vandaag met jullie meisjes op pad. Spannend. Ja, dat was een verrassing, dat wilden we nog even ruim maken. Vermaken jullie een beetje? Jawel. Kunnen zij lekker zwarte pistes doen? Ja, we zijn lekker. Nou, kom, ga mij een arm. En dan gaan wij Servaus onveilig maken. Nou, het moet nou eenmaal sneeuwen, willen we kunnen skiën. Dus ja, het weer is nog niet een zonnetje vandaag, maar dat komt vast. Ik heb afgesproken met Ingrid en Kees, want ik ga vandaag met hun naar boven, naar de Schöne Jochbahn. En ik zie ze al staan. Hey guys. Hey. Goedemorgen. Hallo. Hoe is het? Goed. Ja. Het weer komt, het komt. Ja, dat kunnen we niet plannen, hè? Mooi weer. Zal ik eerst even laten zien wat we gaan doen, welke pistes we gaan nemen? Oké. Ja? Sander is lekker aan het skiën in Servaus. Servaus, Fies en Laritz hoort bij elkaar bij dit skigebied. Wij gaan zo direct omhoog met de Schöne Jochbahn. Nou, ik denk dat het flink sneeuwt boven, dus een beetje diepe sneeuwski. En dan gaan we met de langste afvaart van het gebied, de Frommesafvaart, gaan we naar beneden, 10 kilometer. Komen we misschien in Laritz uit, maar joh, dat gaat van alles nog gebeuren. Dus komt we goed, hè, vandaag. Lekker. Hebben we er zin in? Ja. Ja. Let's go. En hebben jullie spullen ook bij de kabelbaan liggen? Met skiën. Ja, dat is handig, hè? Ja. Wie wilt het slepen met alle spullen? Gaan we met de dorpbaan liggen? Ja, hier kunnen we winnen. Dat is wel de enige ondergrondje in een skidorp, hè? Ja, dat gaat, hè? Ja, echt. Een soort metro, ja. Ja, leuk. Grappig. Ja. Nee, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nee. Gewoon met de metro naar de kabelbaan. Ja, ja. Nee, dat is niet te lopen. Ja. Het is wel milieuvriendelijk. Je kunt eigenlijk op vier plaatsen, heb ik begrepen, gewoon opstappen zonder dat je je auto hoeft te gebruiken. Zijbaan en station. Pieter Alstijn. Ja, over maar één station. Eén station. We zijn er zo. Zijn jullie als eerder in Fies geweest? Ik zie je denk ik al voor de vijfde keer en jij voor de vierde keer denk ik. Hè? Oh echt? Ja. Nou, vertel dan maar aan mij waarom Fies? Hier is de prijs-kwaliteitverhouding is eigenlijk ja, best heel aardig. Je zegt nou een beetje vriendelijk, je krijgt een geweldig skigebied. En lekker uitgebreid, of het skigebied? Het skigebied is heel uitgebreid. Ja? Ja. Wat heb ik allemaal? Een hele mooie Frommesafdaling. Ja, die we dadelijk gaan doen. 10 kilometer. En maar ook voor en gevorderde en beginners. Van alles. Ja, en je kan overal naartoe, hè, naar Servaus. En kan het allemaal met dezelfde skipas? Ja. Ja. Oké. En hebben jullie tussendoor ook al eens ergens anders nog geskipt?
Ja, nee, heel veel verschillen. Heel veel verschillen. Ski al jaren. Ja. Zou je daar eigenlijk niet zeggen? Maar... Allereerst heb ik een lekker snoepje. Oh. Hey, en ik vind hier zomaar in een reisgids jullie hotel. Hebben jullie dat via internet geboekt? Nee, via reisbureau. En waarom niet via internet? Omdat een vriendin van ons bij het reisbureau werkt. Ja, dat is makkelijk. Maar hebben jullie wel eens accommodaties via internet geboekt? Zomervakantie, wintersport ook wel eens. Dat heeft absoluut voordelen. Maar meestal is het goedkoper. Op internet kun je ook skipas natuurlijk en alles bijboeken. Ja, goed, je kunt alles vergelijken. Dus ja, het heeft absoluut voordelen. En je weet ook altijd, op het moment dat je via internet boekt, wat er nog vrij is. En dat je zeker ook die kamer hebt die je geboekt hebt. Klopt. Ik kan het 24 uur per dag doen dan natuurlijk. Henk, wat kun je eigenlijk nog meer bij de tour operator via internet boeken? Naast alle accommodaties, inclusief de kortingen die er zijn, kun je ook direct je vluchten en je treinen reserveren online. Je kunt eventueel ook nog alle transfers vanaf de vliegvelden en van de stations direct bij reserveren. Je kunt dus eigenlijk vanuit je luie stoel direct alles online reserveren. Bijna alles is dus via internet boekbaar. Nou, dankjewel Henk. Wilt u meer informatie over boeken via internet? Check dan gewoon even onze site. Zo, nou, wat hebben jullie ook weer? Ene borst. Lekker zeg. Ja, heel leuk. En ik heb de Sint-Jacobs-schelpen. Servus. Hey du, willst du auch einen fantastischen Wintersport? Geh nach rtlsnowmagazine.nl und mach ganz auf ein Reischecke von 250 Euro. Super toll. Oh, Eén? Ja? Ben je zwanger? Ik denk dat ik dan ruzie krijg als ik zwanger ben. Ja, kijk, het staat hier. Zwangeren mogen niet in de skyswing. Want we gaan in de skyswing. Oh jee. Niet leuk? Nee. Nee? Jij? Ja, wel. Vind ik leuk? Ja. Ga je mee? Ja. Yes! Ik word eigenlijk zo misselijk als pest. Ik kan je echt niet tegen. Maar daarom ben je zo stoer. Oh, lief is goed. Vind je echt niet leuk? Maar wil je gaan? Ik ga mee, maar ik vind het niet leuk. Nee, maar straks is het vast helemaal kikken. Ja. Echt waar. Ja. Echt. Ja. Ik denk wel dat we even onze brillen op moeten zitten. Dat want met die sneeuw. Zo. Nooit meer. Hoe kennen jullie elkaar? Wij zijn elkaar zo'n 2 jaar geleden tegengekomen in Zolder. Ja, op een Oostenrijkse avond. En dan moesten mensen bij elkaar gaan zitten. Wij zagen weer en dachten, nou... Ja, dus een speed dating of zo? Ja, eigenlijk wel. Ja, het klikt eigenlijk meteen. Ja. Sindsdien gaan we samen op skivakantie. Ja. Maar jullie hadden toen ook al de mannen? Ja, die hadden ook al. Ja. Want dat is ook maar de vraag of dat klikt, hè? Ja, maar dat klikt ook. Ja, dat klikt heel goed. Ja. Dus, Maar in ieder geval, jullie zijn zeg maar vakantie-wintersportvrienden. Echte wintersportvrienden. Wat goed. Daar is het uit voortgekomen. Ja. Nou, ik ben blij dat ik daar een beetje bij mag horen dan. Lekker